Je hebt de korte, koude pitch en je hebt de lange, warme pitch. De korte, koude pitch kan in één zin. En die geef je op het moment dat iemand voor de eerste keer zo aan je vraagt: hey, wie ben je en wat doe je eigenlijk? Denk bijvoorbeeld aan een situatie tijdens een netwerkborrel of wanneer je in zo'n kringetje zit en even mag vertellen wie je bent. Voor die korte maak ik altijd gebruik van de XYZ-formule van Bart van den Belt. Ik ga hem je uitleggen in deze video. Let op. Ik, puntje, 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 X. Op deze plek komt te staan dat wat je doet. En dat is vaak een werkwoord. Je traint, je coacht of je begeleidt of je managt. Dat soort dingen. Dat doe je met of in puntje, 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 I. En die I staat voor jouw expertise. Zodat puntje, 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 Z. En die Z staat voor het effect wat je bereikt op de ander met dat wat je doet. Hallo, mijn naam is Marije Wieniga. Ik train ondernemers en professionals op het gebied van presenteren, zodat ze met meer impact, plezier en gemak hun boodschap kunnen overdragen voor een groep. Hiermee kun je jezelf in korte tijd ontzettend goed voorstellen. Maar ben jij benieuwd hoe je nou een iets langere pitch geeft wanneer je bijvoorbeeld op die zeepkist staat of bij die bank naar binnen mag lopen om je bedrijfsfinanciering te bespreken? Dan raad ik je aan om eens te kijken naar mijn online training over pitchen. In deze training leer ik je hoe je met meer vertrouwen jouw verkoopboodschap overdraagt, maar geef ik je ook nog meer voorbeelden van die XYZ-formule en uitleg daarover. Neem even een kijkje als je nieuwsgierig bent, want ik help je graag.